Mark, wanneer ga ik nu eindelijk rijk zijn? Dat hangt er een beetje vanaf, Steve. Welkom iedereen op de 21ste aflevering van de succesvolle Network Marketeers. Voilà, dan heb ik een klein beetje afgelost. Trouwens, bedankt Steve dat je weer niet op mijn gezicht hebt geslagen. Graag gedaan. Jij wou eerst iets zeggen, denk ik. Ja, de structuur een beetje overhoop gooien. Dus vandaag starten we iets wat ik meestal achteraan zeg, of dat wij achteraan zeggen. Het is voor ons belangrijk dat je onze filmpjes leuk vindt. Dat vinden wij belangrijk. En als je die leuk vindt, dan vragen we een kleine tegenprestatie om ons filmpje te liken. En als je ze meer wil zien, te abonneren. Oh. Ons voorbestaan lijkt er jammer genoeg vanaf. Ja. Dus vorige keer waren we dat vergeten, dus zijn we nu weer begonnen. Hè? Ja. Maar we zijn ook begonnen, Steve, met uw vraag wanneer je rijk ging zijn. Ik heb u gezegd dat dat er vanaf hangt. Ik ga u nu even uitleggen, Steve, waar dat vanaf hangt. En dat hangt af van de mensen die jij gaat inspireren om ook netwerkmarketing te doen. Want iedere van die mensen die heeft zijn of haar eigen doel, zijn of haar eigen tijdsbesteding, planning, situatie, nog een huishouden, nog een job. Ook niet iedereen heeft al dezelfde, laat ons maar zeggen, basisvaardigheden om met netwerkmarketing aan de slag te gaan. Gaat nog dingen moeten leren. Dus ja, iedereen die zich in die groep bevindt van de mensen die eigenlijk zijn gestart na jou, hè, maar wel via jouw initiatief, die hebben allemaal een ander ritme. En dus daar hangt eigenlijk alles vanaf. En je hoort wel eens mensen die zeggen van, oh, netwerkmarketing, daar zitten alleen maar pushers en daar moet het vooruit gaan. En dat is nu juist, dat gevoel dat wordt gegeven door mensen die niet de tijd hebben en die niet het respect hebben voor ieders ritme. Ja, dat doet mij eigenlijk aan bergwandelingen denken. Oké. Okay. Als je dat in groep doet, is dat soms heel vermoeiend. Iedereen heeft zijn eigen ritme. Sommigen zijn heel snel boven en de anderen doen er wat langer over. Ja. En wat je soms ook merkt bij bergwandelingen, de mensen die rustig starten, dat is soms sneller boven zijn dan die er onmiddellijk invliegen, naar boven lopen en halverwege uitgeput zijn en moeten rusten. Ja. En dan zien die op dat moment, die mensen die rustig gestart zijn, gewoon voorbij wandelen. Maar wel, Steve, nu doet het bij mij weer een beeld ontstaan. Oké. Van een koers. Van wielrenners. Die wielrenners hebben ook allemaal hun eigen ritme. Maar als ze het in groep doen, dus als ze in het peloton zitten, dan sparen ze wel krachten. Dan kunnen ze eigenlijk dezelfde inspanning leveren als anderen op zich. Maar eigenlijk op een veel makkelijkere manier worden ze minder moe. Dus... Zeer mooi beeld. Voilà. En dat is eigenlijk wat wij ook doen, hè? Ja. Ja. Dus daar gaan we ook nog een paar afleveringen aan spenderen. Aan de koers? Nee, over de manier waarop dat eigenlijk in groep een aantal dingen veel makkelijker lopen dan wanneer dat je er eigenlijk helemaal op je eentje aan begint. Want network marketing is iets waar dat je voor jezelf aan begint, maar is eigenlijk iets waar dat je nooit alleen aan begint. Dus dat is, ja, dat is sowieso al heel belangrijk, denk ik. Gaan we de komende afleveringen zeker nog op terugkomen. Ik denk dat we misschien eens een korte aflevering maken vandaag. Absoluut, doe maar. Mark, als ik het goed begrepen heb vandaag, iedereen heeft zijn eigen doelstellingen en uiteindelijk doet iedereen voor zichzelf. Het ritme van de mensen moet je respecteren. Sommigen gaan nu eenmaal snel, anderen hebben meer tijd nodig. En alles is goed. En het forceren werkt toch niet. En uiteindelijk zijn wij, of jouw sponsor, ervoor om jou te ondersteunen. Ja, ik denk... Dat heel de laatste zelfs nog samen te vatten in is van eigenlijk zeggen wij de mensen niet wat ze moeten doen, maar wij geven hen wat ze nodig hebben. En dat is wat een sponsor echt moet doen. Dat is de taak van een sponsor. Goed, Steve, dan gaan we over naar
wat we meestal meegeven met jullie, en dat is dat het nooit te laat is voor een nieuwe start, en dat het ook vandaag weer, deze 21ste aflevering, de eerste dag is van de rest van je leven. En wij zijn de succesvolle netwerkmarketeers. Tot morgen iedereen. Bye.